Ja, ik ben Nevin Özeltok. Ik ben een vreemde naam, misschien voor u. Ik ben dochter van een migrante gastarbeider. Mijn vader die werkte in de scheepvaartindustrie. En ik kwam hier in de Indische buurt, heb ik altijd gewoond. En ik zeg altijd, mijn integratie in Nederland begon eigenlijk voordat ik de Nederlandse cultuur had geleerd. Heb ik de Surinaamse cultuur geleerd. En dat kwam door mijn vriendinnetje. Dat was één meisje toen ik op school begon. Alle Nederlandse kinderen, alle blonde kinderen, die gingen met een boog om me heen. Er was één meisje die op me af is gekomen. Dat was Cindy Chongafo. En we zijn jaren bevriend. En ik heb voor het eerst eigenlijk de Surinaamse cultuur geleerd. Voordat ik de Nederlandse cultuur heb geleerd. En wij waren vanaf die datum 20 jaar lang gewoon onafscheidelijk van elkaar. Ik weet veel daarom ook van de Surinaamse cultuur. En we maakten inderdaad ook op dat moment al mee, een aantal dingen mee. Wat het betekent om gediscrimineerd te worden. Hoe dat gaat, hoe dat in zijn werking gaat, hoe uitgesloten te zijn. En ik vind... Dat raakt me, dat doet iets met me. Ik ben daarom ook jaren later, toen mijn studie klaar was, ben ik bij de vakbond gaan werken. Ik ben vakbondsbestuurder geweest, een aantal jaren voor FNV Bondgenoten. Bij verschillende sectoren gewerkt en altijd toch dat problematiek van discriminatie op de arbeidsmarkt, terwijl je dan toch onderhandelingen doet. Goede afspraken maken met werkgevers, dat het dan toch niet is om allochtone jongeren, migrantenjongeren daar in die bedrijven te krijgen, wat er daaraan scheelt. Nou ja, dat gevecht heb ik dagelijks gedaan. Daarnaast ben ik gemeenteraadslid geweest in Amsterdam, 5 jaar lang. Ook ingezet voor dezelfde problematiek, gelijkheid, maar ook jeugdwerkloosheid, dat raakt mij. Ik vind dat we de jeugd echt een goed toekomst kunnen bieden en moeten bieden. En echt alles uit de kast moeten halen om dat mogelijk te maken. En ik ben een jaartje nog in de Tweede Kamer geweest. Vanwege een doorstroming vanuit de lijst. Die mogelijkheid heb ik gehad. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. En ik ben erachter gekomen dat ik eigenlijk daar niet echt me lekker voelde. Ik ben veel meer een doener. Ik wil echt iets betekenen in de omgeving waar ik werk. Ik wil ook de effecten goed kunnen zien. En dat is naar mijn gevoel mogelijk in de lokale politiek. Dus ik ben, toen vielen ook het kabinet. Dat was toen in dezelfde tijd van de Hirsi Ali-affaire, viel het kabinet. Ik weet niet meer, was het Balkenende zoveelste? Of, ja, Balkenende kabinet was het. En toen dacht ik van, ik moet terug naar de lokale politiek. Dat is meer mijn ding. En in 2010 heeft GroenLinks echt een grote sprong gemaakt hier in Oost. En vanaf die tijd zitten wij in de coalitie. Ik ben wethouder. Ik doe openbare ruimte, duurzaamheid en wijkaanpak en de lokale economie. Daar zet ik me ook in om werkgelegenheid en stageplaatsen voor jongeren mogelijk te maken in afspraak met de ondernemers. Ik ben nu lijsttrekker en ik hoop ook dat mooie programma wat GroenLinks heeft, ook te mogen uitvoeren. Daar ga ik voor. Ik denk dat het ook belangrijk is om gewoon vandaag... Het is een meet and greet bijeenkomst. Het is niet de bedoeling dat ik altijd maar en dat wij aan het woord zijn. Maar dat u ook vooral aan het woord bent. Dat we van u vernemen wat het meest belangrijk voor u is. Want wij gaan ervan uit dat we straks weer aan de onderhandelingstafel zitten. Ons programma op hoofdlijnen kunnen we met u wil ik met u doornemen. Heeft genoeg aanknopingspunten om dat verder te verfijnen. Maar dat kan alleen als we dat samen met u doen. En ja, 19 maart is echt de moeite waard. 19 maart is een belangrijke datum. Want hier vanuit lokaal kunnen we echt een statement maken wat voor socialere regering we willen. Ik vind persoonlijk, en dat hoor ik ook steeds om me heen, iedereen, ja, heel veel mensen zijn ontevreden. Als ik bij de Turkse groep ga, die zijn ontevreden. Als ik bij de ouderen ga, van welke plumage dan ook, die zijn ontevreden en boos. Die voelen zich achtergesteld. Als ik bij de Marokkanen ben, hoor ik hetzelfde verhaal. Als ik bij de vrouwen ben, we hebben een week geleden vrouwenbijeenkomst gehad. Hetzelfde problemen. Jongeren,
ook, we hebben een jongerenbijeenkomst bijgewoond. Daar hoor je ook hetzelfde. Dus op deze manier gaat het niet goed met Nederland. Zeker niet als zolang de VVD met PvdA aan de macht is, zou ik zeggen. Dus we moeten echt een sociaal en links geluid laten horen richting Den Haag. Ik denk dat dat wel erg belangrijk is.